Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag en dat is mijn eten die klaar is. Havermout. Zo, ik heb ontbeten en een paar huishoudelijke taakjes gedaan. Ik vind het wel handig om 's morgens zo'n aantal dingen in het huishouden te doen. Vandaag was dat aanrechtkuisen en afwas doen en een paar dekens en kussentjes op zijn plaats leggen en opruimen bij die zetel. Dus toppie, eerst het taakje voor vandaag gedaan en dan ga ik mijn trui aan doen en vertrekken, want ik ga gaan wandelen voordat de winkel opent. Het is bijna 7:45 en ik ben echt veel te vroeg, want van hieruit is nog geen 10 minuutjes naar het station, dus nog heel even reels dan of zo. Er is net een nieuwe levering toegekomen. En dus morgen ben ik gaan wandelen samen met een vriendin slash ex-collega. We hebben ongeveer 5 kilometer gewandeld en vooral heel veel bijgebabbeld. Dus dat was echt heel tof om zo de dag mee te rennen, vol energie en goede moed. En toen ik in de winkel kwam, we hebben nog een klein beetje verder gebabbeld. En daarna kwam een levering toe, met allemaal nootjes en zaden en zo. En bosvruchten, dus ik ga die vlug in een bak doen, want jullie wachten er al een tijdje op. Ik heb verschillende taken die ik nu wil gaan doen, maar ik weet eigenlijk niet waar ik te beginnen. Dus ik denk dat ik ga beginnen met een takenlijstje maken, zodat ik terug wat overzicht heb voor mezelf. Net begonnen met een taak en kreeg ik een nieuwe bestelling binnen. Ze gaan elk zo'n labeltje aan vervangen voor zo'n labeltje. En dan gaan ze super mooi in het rijtje passen. Dat ziet er ook zo'n tikkeltje professioneler uit. Ofzo. We hebben nu bijna allemaal zo'n label. Super goed gewerkt. En nu ga ik in mijn keuken mijn pakje openen. Dit zijn nieuwe producten voor mijn webshop. Dit is de scheerkwast van Bambao. Ideaal dus voor de mannen. Hier zitten scheermesjes in en bio-based floss. En deze grote doos. Oh my god, hiervan wist ik niet eens dat het kwam. Ik had het ooit besteld. Maar ik was wel mega lang aan het wachten. Ik ben trouwens niet zo mega goed bezig, want door de feestdagen zit ik geen week meer achter met de vlogs. Dus ik ben nu die van 4 januari, dus die van eergisteren aan het editen. En die moet morgen online komen. Niet goed. Maar ik ga wel een paar extra dagen filmen in de komende tijd, dan zitten we weer op schema. Net het bericht gekregen dat er een vaccin is vrijgekomen voor mij. Dus krijg ik morgen mijn booster. Dat is eigenlijk wel leuk. Ik heb soms klanten die ze een beetje lastig voelen als ze worstelen met iets. En dan heb je mij. En dat bedoel ik dus dat het even schuimig blijft als je worstelt. Ik heb gisteren een hele oefeningenbrief meegekregen van de kinesist. Dus ga ik nu een paar doen die ik in mijn winkel kan doen. Want sommige zijn op rug of zeelig en dat is nogal lastig in de winkel. Het is bijna 6 uur en ik heb net nog 2 kriketje-handwerpjes gemaakt voor iets die morgen naar de winkel komt. En nu ga ik mijn rustzak maken, want vanavond heb ik een creatieve avond met natuurdromers om 7 uur. Dus ik ga naar huis en vlug iets eten voor dat begint. De creatieve avond bent zo meteen, want het is heel koud in mijn kamer, dus ga vlug mijn rijtje doen. Ik zit klaar.
Voorlopig heeft zij nog niemand aansloten. Dus dat is wel jammer. Hopelijk komen er nog mensen bij. Het is al een kwartiertje open. Maar ondertussen teken ik verder. Dit was de voorbeeldtekening en dit is mijn tekening. Ben er wel blij over. Nu moeten al die potloden terug in de reisendos. De print komt trouwens uit het boek Vols van dichtbij van Rien Magnusson, Rem en Mats en Osa Ottossen. Is checken of ik al meer controle heb over mijn wijsvinger. Mocht je trouwens echt zelf ook meer tijd willen maken voor hobby's, dan kan ik jullie zo'n karretje aanraden. Dit is, heb ik ooit gekocht bij de Action, maar hebben ze standaard ook bij Ikea. Je vindt het waarschijnlijk ook wel tweedehands. En dat is echt ideaal, omdat echt heel wat tekenspelletjes van mij hierin zitten. Als ik zin heb om te werken in mijn kamer, kan ik dat hier doen. En anders rol ik hem gewoon nog in de living. Het is super opgeruimd altijd. En als ik klaar ben, steek ik alles er gewoon terug in. En als ik het niet gebruik, zet ik het voorlopig gewoon hier. Zo. Bij mijn deur. Zo kan ik het elke dag zien. Net op bed even de knieoefeningen gedaan die ik niet staand kon doen. Daarna heb ik mijn kruikje opgewarmd. En terwijl mijn kruikje aan het opwarmen was, heb ik zo een 5 minute clean gedaan. Zo. Alle dingetjes die opgeruimd konden worden, gewoon even snel heb ik dat gedaan. En dat zorgt er wel voor, vind ik, dat je huis zo al netter blijft. Als je af en toe een keer de tijd neemt om 5 minuutjes op te ruimen. Of zo, ook sinds ik een steelstofzuiger heb, ga ik ook gewoon af en toe een keer zo vlug met mijn steelstofzuiger door de living of zo. Maakt het ook wel gemakkelijker. Nog gemakkelijker zou zijn een robot te zijn, maar die heb ik niet.